Vandaag nemen wij een kijkje naar mensen die het gamen net ietsje te ver namen. Ben jij nou ook ooit een keertje boos geworden om een spelletje? Laat dat dan weten door dat blauwe duimpje omhoog te drukken. Druk natuurlijk ook op die abonneerknop hier beneden. We zitten namelijk super dichtbij die 230.000 abonnees. En jij kan mij ontzettend erg helpen om dichter bij dat doel te komen door die abonneerknop te drukken. Dus eerst nemen wij een kijkje naar een vader die samen met zijn zoon een potje voetbal aan het spelen is. Maar er ontbreekt iets. Er mist namelijk één iemand die mee zou doen met voetbal. En dat is de andere zoon van die vader. En die zoon die zit binnen gewoon rustig op zijn Xbox te spelen. En dit is wat er gebeurt. I think he's inside playing his Xbox, I forget. He's supposed to be out of playing football with us. Man, I'm tired of Xbox. Wait, what are you doing? What are you doing? What's he doing? Is he taking his Xbox? He's gonna play football and want Xbox! We zien nu dus letterlijk de vader naar buiten komen met de Xbox van het kind boven zijn hoofd. Dat kind rent er achteraan en zegt, ik wil mijn Xbox. Maar die vader denkt van, weet je wat, laat maar zitten. Ik neem die Xbox mee en let goed op wat hij met die Xbox gaat doen. Wat die Xbox? Yes, yes. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Het arme kind is waarschijnlijk nu echt super verdrietig omdat zijn Xbox gesloopt is. Maar hij ziet er nog een beetje oké uit. En dat zag de vader dus ook. Dus let nu op wat die vader erbij gaat halen om een einde te maken aan zijn Xbox. Let me fix it for you. Oh my gosh. Oh my god. There. Oh my god. Let's play football. Oh my gosh. Michael. In een van de video's die ik aan jullie vandaag ga laten zien zit er ook daadwerkelijk een kind wat gearresteerd wordt door de politie omdat hij Fortnite speelde. Voor we daarna gaan kijken wil ik eerst met jullie ergens anders naar kijken. Er is namelijk een video waarin niet eens een kind maar een volwassen persoon helemaal gek wordt omdat zijn vader iets doet met zijn spelletjes. Let goed op. No Dead Rising, no Crackdown, Halo! There's no fucking Halo! There's no way. There's no fucking way. This is all. Get a job. Damn, the fuck is good. Okay. Hij rent nu ook naar buiten en daar buiten staat iets op hem te wachten wat hij denk ik niet zo heel leuk gaat vinden. Oh boy. Zijn vader zit letterlijk op een grasmaaier met voor zich al die spellen. Maar wat gaat hij daar dan mee doen? Ik zou zeggen, let goed op. He's doing it a more. He's not been out of school for 3 months. That doesn't matter. This is what I want to do. I want a game. Well, you want a game, but you gotta get a job while you do it too. You're insane. Why are you doing it? Are you gonna mow him over? Yeah, I'm gonna mow him over. That way you get out of your room for a little while. Maybe you'll get a job. You've been out of school 3 months now. Hey, me, it's gonna be my job. Well, I do it. I'm really good at it. You got student loans, you got car payment, you got insurance. I'm really fucking good at it. Hey, yeah, well, you gotta make money while you're not doing. Destroying my game. Oh, pick up while you can. This cost me like $100. It's an expensive hobby. I don't care. You gotta get a job. What is this out of your room for one? What is this achieve? What is that achieve like? What is this gonna do? Mowing my games over. Maybe you'll quit playing for a while, get a job, pay some of your bills. I'm never gonna quit playing! He's having it! Zo
boos en verdrietig omdat al zijn spellen letterlijk kapot zijn gemaakt onder de grasmaaier. We gaan een kijkje nemen naar de volgende video. En in deze video wordt nog niet het kind gearresteerd. Dat gebeurt namelijk later. Maar eerst gaan wij een kijkje nemen naar de video waarin een vader dus boos is op zijn zoon omdat hij te slechte cijfers heeft gehaald op school. En die vader is zo boos dat hij dat kind gewoon een hakbel heeft gegeven zodat hij zijn eigen Xbox kapot kan slaan. En dit is daarop zijn reactie. It's not my fault that I didn't get him. Let's go. It's not my fault that I didn't get him though. Let's go. You've had 3 weeks, Jason. Let's go. It's not my fault. My teacher doesn't want to give it to me. Let's go. It's not my fault. Now. I hate my life. Let's go, next one. Let's go. No. Excuse you? Pick up the fucking sledgehammer and smash it. But it's not my fault. Now. It's not my fault. Okay. Hij moest dus eerst al zijn andere spelcomputers kapot slaan. Maar daarna moest hij doorgaan naar zijn Xbox. En moest hij dus de Xbox kapot slaan. En dat ging moeilijker dan verwacht. Let's go. Let's go, Jason. I can't. Do it. Do it or I do it. I can't. Do it or I'm gonna do it. I can't. Yeah, you can. I can't. Yep, you're gonna do it right now. I can't. Let's go. We zijn eindelijk aangekomen bij de video waarin dus daadwerkelijk een kind wordt gearresteerd omdat hij Fortnite aan het spelen is. Dan vraag je je vast af, hoe kan je nou weer gearresteerd worden als je Fortnite aan het spelen bent? Nou, dat zal ik je even uitleggen. Dit kind was namelijk op schoolreisje samen met natuurlijk al zijn andere medeleerlingen. En hij was Fortnite Mobile aan het spelen. En hij had in Fortnite Mobile dus een wapen gevonden. Maar hij zei dat iets te hard. Omdat hij iets te hard zei dat hij een wapen had gevonden, dacht de buschauffeur dat hij een echt wapen had gevonden. En werd de politie dus gebeld. Door is de police. Hide the blood. Damn. Fuck you, man. I'm sorry. Shit. What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? They got him. They shoot! Dude, he's your brother. Dude, he got arrested. You know, Blue? He got arrested. Oh, damn. Let me get off here. Maar kijk mensen, deels van deze video wil jullie allemaal ontzettend erg bedankt voor kijken naar deze video. Vond je dat tof? Zo ja, klik dan natuurlijk op dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En check natuurlijk een van de video's uit die naast mij staan. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Later.